Yo! Als je me lang kent dan vandaag, dan weet je dat ik in Albert Heijn heb gewerkt in het verleden. Nou, inmiddels doe ik dat dus niet meer. Ik heb al lang ontslag genomen. Ik heb er ook rugpijn aan overgehouden, dat heb ik nog steeds. Ergens hierop, kapot veel pijn. Ik werk er nu al dus 5 weken niet meer. Maar, ik heb die kleding nog. En die moet ik al lang hebben ingeleverd. Ze vragen het er niet om. Dus misschien ga ik het wel niet teruggeven. En waarom ik ermee ben gestopt, ja, ik heb dat niet meer nodig. Mattie, ik heb meer geld hier allemaal, ik heb geen baan nodig. Ik laat je nu zien, hier. Nou, waar is het waar? Hey! Dit is echt alles wat ik heb. Ja, je hebt zeg maar rijke mensen. Mensen met een normaal inkomen. Arme mensen. Zwervers. En mij. Helemaal onderaan. Maar maakt niet uit. Ik ben gelukkig. Nou, weet je wat? Boeit niet. Laten we beginnen. So back to what I was saying. Yo, dames en heren. Dat is lang geleden. Yes, nieuwe video. Na 4-5 weken misschien. Leuk dat je kijkt. Ken je me nog niet? Mijn naam is Jessin. Ik ben 16 jaar oud. En ik ben beatboxer. En ik maak video's op YouTube. Logisch, de. In de tijd dat ik YouTube video's maak, heb ik 3 keer een video gemaakt genaamd Reageren op Reacties. In deze video reageer ik op reacties. Logisch. Dus kwam ik op het briljante idee om een 4e deel ervan te maken. Dus dames en heren, reageren op reacties, deel 4. Ga gelijk beginnen met de eerste reactie, dus let's go. Luister, ook een goede tip. Wees de hele dag druk met YouTube video's kijken van Yes en Das. Zo kom je de dag wel doorheen. Ah, dat vind ik echt lief. Dat vind ik echt serieus. Wat ik nu zeg komt rechtstreeks uit mijn hart. Ik vind het echt lief dat je op die manier gewoon je dag doorheen kan komen. Gewoon, ja, lekker mijn video's kijken. Of met Netflix-series. Nee! We zijn op dezelfde datum gemaakt. Eww. Ik heb ook niks tegen Marokkaanse mensen. Ik vind jullie zelf het één na beste volk na die van mij. Het één na beste volk? Wat? Wat is jouw achtergrond dan? Hè? Russisch, Turks, Spaans? Turks, hè? Het is Turks. Ik weet zeker dat het Turks is. Oké, Abi, kijk. Jullie Turkije nummer 1. Voilà, wij Marokkanen nummer 0. Voilà, hoger! Even voor alle Turkse kijkers, dat was maar een grapje. Alsjeblieft, gooi geen Erdogan-bommen op mij. Daar heb ik geen zin in. Volgens mij dacht hij dat je couscous mee zou nemen. Couscous? You racist? Hey Sin, voilà, je bent kapot grappig. Jij verdient veel meer subs, je bent echt de man. Als iemand tegen je zegt, je bent niet de man, dan moet je zeggen, fuck die rappers, want ik ben de man. Is goed, dus dit is een beetje het beeld wat ik in mijn hoofd schets. Hey, Yishin, jij bent niet de man. Fuck die rappers, want ik ben de man. Ik ga dat denk ik echt overal gebruiken. In de supermarkt. Nou meneer, dat wordt dan 2,95 euro. Fuck die rappers, want ik ben de man. Bij het politiebureau. Meneer, uit onderzoek blijkt dat u dus niet de dader bent. U bent dus niet de man die we zoeken. Fuck die rappers, want ik ben de man. Eyo Yessin, leuke video. Wil je een keer vloggen? Ja, kijk. Ik kan wel een keer filmen wat ik doe op een dag. Maar ik wil het geen vloggen noemen. Ik heb geprobeerd te vloggen in mijn vakantie naar Marokko. Dat is compleet misgegaan. Die vlogs waren saaier dan... school. Ja, oké. Ik ga niet... Nee. Sorry, nee, ik ga niet vloggen. Nee. Ik had net een filmpje gekeken, maar niet helemaal. En ze zei dat jij eliminatie bent en dat jij met een schaap hebt gevochten. Heb ik met een schaap gevochten? Oh, wacht, ik weet wat je... Wat voor scooter heb je, Niffo? Nou, op dit moment is dit mijn vervoersmiddel. Zoals ik al zei in het begin van de video, ik ben armer dan een zwerver. En... Ik heb geen geld. Nee. Komt eraan trouwens, ik ben aan het sparen. Hebben jullie ooit gehoord van sarcasme? Oh, precies! Precies, ik zweer het je! Kijk, in veel van mijn video's ben ik sarcastisch. Echt, het grootste deel begrijpt niet dat ik sarcastisch ben. Deze reactie, geloof me, als mijn printer het weer doet, ga ik hem uitprinten en hier opplakken. Want echt, klopt, ik zweer het je, sarcasme! Zoek het op! Het is, ik ben een Marokkaan, ik... Poep uit het raam, politie komt eraan, wallah, ik heb niks gedaan. Oké, kijk, die zinnen die kennen we inmiddels wel, hè? Politie, Marokkanen, zo, dat, die twee woorden komen vaak in een zin terecht. Maar, hoezo poep je uit het raam, man? Je hebt toch een wc? Yes en Das, je bent een mogel.
Nou, Elmiloet, zal ik je wat zeggen? Mochel schrijf je zo. En totaal niet zo. Jij kan niet typen. Je weet wel dat je eigen kutlandje voor lul zet, hè? Jessen, ik heb je toegevoegd op Snapchat. Dankjewel, Zendien. En dat zouden jullie ook moeten doen. Kijk eens aan. Snapchat, zet de pauze, scan hem. Mijn Snapchat is Jessen Das. Voeg me toe. Ja, voeg me toe op Snapchat. Pauzeer video, scan die ding. Kom dan terug, je weet hoe het werkt met Snapchat scannen en zo. Technologie 2017, het is niet normaal. En daarbij eindig ik ook de video. Jessen Das op Instagram, dat schrijf je zo. Er staat ook een linkje in de bio. In de beschrijving. Laat de reactie achter. Abonneer op Jessen Das als je dat nog niet hebt gedaan. 5000 abonnees. We moeten nog wel wat. Maar het gaat wel komen, 5000 abonnees. Komt goed. Yes, oké. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dus later. En trouwens, ja, ik ga nu vaker uploaden, dus geen zorgen. Ja, oké. Doei!